Gegroet aardbewoners. Hartelijk welkom bij Sim Theme Park World. En ik heb net even deze man gezegd dat hij deze omgeving schoon moet maken, want hier ligt weer een achterlijk stukje kots. En dit is echt het kotsplekje. Op dat gebied, dit stukje, komt altijd het kots terecht. Je hoort er soms niet goed van, maar ja, blijft toch een spel. Sim Theme Park World. Na de intro gaan we verder. Okay, people, let's go to work. Ja, jongens en meisjes, dit spel komt uit 1999. Dan kom je realiseren dat 15 jaar geleden is dat dit spel uitkwam en ik dat dood heb gespeeld op mijn computer. Een hele oude computer toen nog, natuurlijk Windows XP. En dat dit spel gewoon nog te spelen is op mijn Windows 7 systeem is fantastisch. En dat ik dat ook gewoon lekker kan opnemen in de 4.3 kader. En mijn facecam er nog bij. Nou, wat wil je nog meer, jongens en meisjes? Ik storm nog steeds aan dit stukje kot, jongens. Gaat deze werknemer, gaat hij nou nog wel luisteren naar me? Kom, maak het schoon. Ik ga eens kijken wat hij gaat doen. Oké, hij staat hier bij de ingang. Hij loopt er gewoon overheen. Ik heb gevoeld dat dit een bug is of zo. Of... ja, hij maakt het ook niet schoon of zo. Oké, nou dat kots kunnen we nooit meer weghalen. Wat zonde zeg. Deze werknemer zit helemaal aan de verkeerde kant. Want die hoort helemaal lekker in het park te zitten in plaats van de buitenkant. Zo, huppakee. En ook dat kots wordt niet opgeruimd. Wat raar, dat is ook aan het einde van het park. Zo, even kijken hoor. Wat kunnen we nog meer doen? We hebben geen tips, we moeten wachten. We hebben wel een pijltje naar beneden. Dat betekent dat het park nog niet helemaal goed is. Even kijken hoor. Cost of price. Oké, als we... oh jee. Als we hem duurder maken dan dat, dan is het gelijk minder. 40. We maken er 40 van een drinkje. En hier maken we ook even wat duurder. Zo, we maken gewoon alles een beetje duurder. Oh, niet duurder dan 35, want dan gaat de klanten zeuren. Kijk, iedereen is blij hier omdat hij entertainer is, dus daar hebben we geen gezeik van. En deze attractie werkt goed en wacht nog steeds op die research. Is die al zover? Even kijken. Dino Karts Jump. Nou, die is nog volop bezig. Oké, zo eventjes gewoon kaart laten brainstormen. Zo. En misschien moeten we nog zo'n werknemer aannemen. Simon Parks. Oké, dat wordt de laatste die we aannemen. Dino Karts is going to break down. Oké. We hebben geen upgrades ervoor. Dus we gaan die eventjes fixen. Maar we hebben een rode pijl en dat vind ik niet fijn. Dus we gaan kijken wat er nou loos is met de mensen. Even kijken hoor, we hebben genoeg mensen aangenomen. Ja, ik kan nog helemaal niks bouwen. We kunnen wel kijken of er een nieuwe attractie is. Maar de heftige attracties zijn helaas jammer. Jurassic Tour, dat gaan we toch echt niet neerzetten. En we hebben alleen de Laughing Hyena's. Die vond ik een beetje overdreven. Kijk hoor, Clear Land, Buy Land. Oké, we kunnen land kopen, maar we hebben al zoveel land nog dat we kunnen bouwen. Dus we kunnen eigenlijk nog lekker ons gang gaan. Ik kan het wel een beetje opvoeren met thematisatie. Plant ik hier een plantje hier en daar. Nou, die man. Er komt iets. Er is weer een knop. Er is weer een atto. The Prankster is scattering your park. Oké, we hebben een prankster. Dat betekent dat er iemand weer los zit te trappen. Dat vraagt om een security camera. Oké, ik ben nou zat. Ik plaats die security camera gewoon lekker. Even kijken. Kunnen we niet... hier zo. Maak het uit. Desnoods doen we deze even hier. En deze doen we lekker even hier zo. Huppakee. Oké, tof. Hier ook voor kots, jongens. Ik denk dat ik hier ook nog maar eventjes iemand ga aannemen. Ik weet dat het me geld, veel geld kost. Maar ik heb hem echt nodig. En dan ga ik hem een vaste route geven. Dat hij deze plek in de gaten houdt. Zo. Die tips zijn best handig die ik krijg, hoor. Wooden lock. Oké. Ik kan een houten lock kan ik neerzetten in het park. Leuke thematisering. Ik plaats hem gelijk daar zo. Dus staat hij perfect. Ik zou hem niet veranderen. En meneer de dino zit hier ook rond te banjeren. Oké, we hebben twee dingetjes erbij. De gift shop has been researched. Oké, we hebben de gift shop. Nou, die gaan we gelijk plaatsen natuurlijk. En wat zou een gift shop niet zijn als we een mooie locatie vinden? Ik weet dat we hier nog een beetje moeten rommelen. Dat gebied wou ik nog even dicht houden. Daar zo. Dus waar we gaan uitbreiden is denk ik hier zo. Toch maar hier zo. Zo, nu kunnen we dit aansluiten op hier zo.
En de giftshop, wat hebben we? Sell price. We verkopen leuke dingen. 80. Oké, 80. We gaan eens kijken of ze mensen naar de giftshop gaan. Er stormen al mensen hier. Die rennen er al naartoe. Ik denk dat die wel naar binnen gaan. Kijk eens. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk hoeveel klanten. Die gaan toch allemaal wel naar binnen. En ze missen trouwens drinken. Zag je dat? Dus wat we nog gaan doen is even een drinkshopje op de hoek van deze. Met ijs, goodness en gelijk een prijs van $40. Huppakee. Wordt die goed ontvangen? Dan maken we hem duurder. En deze jongens. Capaciteit, speed. Gaan we dat een beetje balanceren zo? Huppakee. En wat zou een drinkshop niet zijn zonder natuurlijk eigenlijk weer een wc'tje? Small toilet, zo. En dan kunnen we dat eigenlijk helemaal volmaken met smalle toilets. Dus wat we nu gaan doen is deze eventjes daar plaatsen. En even kijken, we krijgen weer allerlei tips. Deze wordt gefixt. Dan gaan we verder kijken, we hebben weer wat nieuws. Oké, we hebben weer wat nieuws ontworpen denk ik. The Temple of Gloom. En dat is een achtbaan. Die vraagt wel €10.000. Maar die moeten we eigenlijk in het park hebben, de Temple of Gloom. Want daar hebben we op gewacht in al die afleveringen. Dus wat ik ga doen, de Temple of Gloom gaan wij bouwen. En dan gaan we even kijken of we een beetje... Hier hebben we te weinig omgeving, gebied. Dus ik ga eventjes kijken of we hier we kunnen neerzetten. En weet je wat? Ik zet hem gewoon hier neer. Oké. En deze laat ik doorgaan zo. Dan kunnen we die zo aansluiten. En wat we nu gaan doen, we gaan de achtbaan bouwen. En dit is een heel apart systeem. Want dit heb ik zo lang niet gedaan, dat ik even moet kijken hoe dit ook weer werkte. Je moet eerst een baan maken. Nou, die gaat recht omhoog natuurlijk. Maar dat moeten we ook omhoog maken. Dus dit gaan we zo heel apart doen. Zo, hij gaat lekker omhoog. Kunnen een beetje uitzoomen. Nee, dit is al uitgezoomd, zeg maar. Dus we gaan hem nu schuin maken. Dat betekent dat we hem nu zo laten. Hij gaat een beetje schuin, deze. Kijk hoor. Kan deze naar beneden? Even kijken hoor. Nee, waarom kan deze niet naar beneden? Even kijken hoor. Ik zit even te kijken hoe dit werkt, jongens. Want dit was echt even pittig lang geleden, dit. Dat vind ik eigenlijk best jammer. Oh. Waarom wordt hij zo raar getakeld? Wacht even. Wacht jongens. Bom erop. Kunnen we een bom erop? Nee, dat kan niet. Oké, laten we hem hier naartoe gaan. Oké. Hier zo. Gaat hij naar beneden? Ja, we moeten wel naar beneden laten. Oh, dit is vreselijk vervelend om hier een achtbaan te bouwen. Want het werkt gewoon even niet. Of ik doe het verkeerd. Oh, zo. Oké, ja, ik snap hem. Ja. Oké, nu gaan we verder. Ik weet dat het er ontzettend raar uitziet dit. Maar... ik kan hem ook niet aansluiten, jongens. Dat vind ik echt heel erg vervelend. Kom. Hij moet hem aansluiten op die. Waarom doet hij dat niet? Oh, shit. Nu wel? Oh, shit. Er gaat wat mis nu. Dat is niet goed. Oké, ik dacht dat dit makkelijker was dan ik dacht, jongens. Ik dacht echt dat dit veel makkelijker was. Want ik vind het raar dat hij hem niet kan... Ja! 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 Oké, we hebben een achtbaan. Maar dit is natuurlijk nog niet het volledige resultaat. Want wat we nog gaan doen is... Even kijken hoor. Kijk hoe hoog die gaat. Kijk, het is net 3D dit. Wat gaaf. Oh, je kan hem nog bochten laten. Oh, dit wist ik trouwens nooit hoor, dit. Nu kan je hem bochtjes laten maken. Dat is echt heel stoer. Ik wist dat echt niet hoor. Gaat hij hier naar boven en dan gaat hij weer naar beneden.
Dan maken we hem weer schuin zo. Oh, wat gaaf. Ik wist dat echt niet. Daar heb ik echt wat nieuws ontdekt nu. Daar ben ik echt zo blij mee. Kijk hoor, dan maken we hier een bocht. Oh, dit gaat lekker joh. Moet je kijken hoe grappig je een achtbaan kan maken op deze manier. Ja, en ze zitten gelijk met de zeuren om research, ik weet het. Maar ik ben toch even bezig met deze achtbaan lekker bouwen. En ik vind dit best wel heel vet. Deze bocht een beetje zo schuin. Zo, dat is creepy joh. Zo. Ik wil best wel in deze achtbaan. Deze bocht is denk ik wel een klein beetje eng. Hij is best wel scherp, kijk maar. Ja, dat is te scherp hoor. Wacht, deze moet ik verplaatsen. Als dat kan gewoon niet. Deze kan wel. En deze kan die ook nog wat. Ja, kijk. Hij moet wat breder, jongens. Zo. Kijk of we hier die knik een beetje eruit kunnen halen. Gaaf, joh. Deze moet iets naar beneden. Zie je het al? Woe! Vet, man. Ik vind hem echt vet. Kijk, wat een leuk baantje. Serieus. Fantastisch. Oké, willen jullie weten... Oh, ik heb hem zelfs op een pad gedaan, zie je het? Oh jee. Misschien moet ik deze even verplaatsen als het kan. Ik denk het niet. Nee, deze moet echt hier zo. Oké, dat betekent dat ik het pad dus eronder moet laten gaan. Oké, deze is klaar. Alleen deze moet nog even opnieuw worden. Hij gaat er gewoon onderdoor. Kijk eens. Zo, kijk eens. Je gaat onder de achtbaan door. En dames en heren... In de volgende aflevering gaan we kijken of mensen ook hier echt ingaan. Tot de volgende keer. Doei doei!